Welkom bij Brentano TV. Witte turnpantoffels, iedereen kent ze wel. Maar zijn deze klassiekers wel zo goed voor de voeten van kinderen? Sportleraar Dennis Duchesne vindt van niet. En daarom ontwikkelde hij samen met zijn bedrijf Deto een nieuwe turnschoen. Hoe dat precies zit, vraag ik aan podologe Charlotte de Jonkheren. En Dennis zelf natuurlijk. Dag Charlotte, dag Dennis. Welkom in onze studio. Hallo. Hallo. Charlotte, ik begin bij jou. Wat is er mis met gewone turnpantoffels zoals we die al zoveel jaren kennen? Het is eigenlijk naar basisstructuur van een schoen dat er onvoldoende stabiliteit zit in de gewone turnpantoffel. Heeft niks met prijs, kwaliteit te maken. En ook geen goede sluiting, voornamelijk omdat het een rekkersluiting is. En rekkers hebben altijd de neiging om eigenlijk onvoldoende stabiel te blijven en door de tijd uit te rekken. En dus de voet zit dan eigenlijk te soepel in de schoen. En de nieuwe Deto's losten dat probleem op? Die losten dat op door twee velcro's. En ook door de stabiliteit van de zool, die eigenlijk dikker is en die meer op de juiste plaatsen buigt en zo. Het is eigenlijk een groot verschil tussen beiden qua flexibiliteit. Dennis, jij bent een van de bedenkers van de schoen. Jij bent sportleerkracht. Hoe ben je op het idee gekomen om zo'n schoen te gaan ontwerpen? Ja, we staan al 13 jaar in het vak en alle jaren klagen de kinderen over die turnpantoffeltjes. Vooral de kleinere, omdat ze zo moeilijk kunnen aantrekken met die elastiekjes. De grotere die klagen dan weer van zere voeten en dat er weinig demping in die schoenen zit. En na het verschijnen van enkele artikels in een tijdschrift van podologen zijn we eigenlijk in actie geschoten. Ja, want ik zie zelf dat er zo'n rupsje op staat, zodat de kinderen kunnen herkennen wat links en rechts is. Ja, klopt. De kleinste kinderen die deden dikwijls hun linkerschoen aan de rechtervoet en omgekeerd. En hier proberen we dat probleem mee op te lossen. Ja. Nu, ik herinner mij van in mijn tijd, en dat is al lang geleden, dat wij van de sportleerkrachten altijd die standaard witte sportpantoffeltjes aan moesten doen. Gaan de leerkrachten dat accepteren, dat dat ineens andere zijn? Nu, we hebben ervoor gezorgd. We weten dat de scholen graag uniformiteit willen, dat de kinderen allemaal hetzelfde zijn. Dus we hebben ervoor gekozen dat hem basiswit blijft. Dus dat alle kinderen hetzelfde nog aan hebben. Hè. Ja. Charlotte, en kan je er ook mee buiten spelen? Ja, zeker. Ook qua sportkampen en zo is dat zeker makkelijk in gebruik. Maar sportspecifiek is het altijd wel aan te raden om per sport echt naar een sportschoen te gaan vanaf een bepaalde leeftijd en vooral schoenmaat. Met sportschoenen heb je vaak ook het probleem, na een tijd beginnen die te ruiken. Hebben deze daar ook last van? Nou, die zijn van katoen. Uw voet kan daar wel in ademen. Betekent dat dan ook allemaal dat die schoenen veel duurder zijn dan normale pantoffels? Zoveel duurder zijn die niet. En die meerprijs, die kunnen we door dat hielkussentje dat daar van achterin zit. Die schoen groeit eigenlijk mee met je voet. Vanaf dat die te klein zijn, kan je dat eruit knippen, dat kussentje. Ik ga het er nu niet uittrekken, want anders knip het nu inderdaad. Het hangt dus eigenlijk onderaan de zool. En als je dat doorknipt en het hier ook doorknipt, dan heb je eigenlijk een schoenmaat gewonnen. Super bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. En u thuis bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. What a shoe can do.